Afgelopen woensdag werd in de gemeenteraad van Nijmegen gedebatteerd over een algemeen vuurwerkverbod. GroenLinks en de Partij voor de Dieren zijn groot voorstander van zo'n verbod, maar zagen dat het er dit jaar waarschijnlijk niet gaat komen. Lijsttrekker Michelle van Doorn denkt dat er nog veel mensen overgehaald moeten worden. Nou, er is grote verdeeldheid over wat we er nou mee moeten. En daarom heb ik samen met GroenLinks vorig jaar een motie ingediend bij de gemeente, bij de gemeenteraad. Die moet gaan kijken zo van, nou, wat zijn nou ideeën en wat is het draagvlak? En wat is nou eigenlijk de wens onder de Nijmeegse bevolking? En daar hebben we nu een rapport over gekregen. En naar aanleiding daarvan hebben we afgelopen woensdag in de gemeenteraad daar verder over gesproken. De vraag is nu hoe deze twee partijen de inwoners willen overtuigen van het voorstel. Nou ja, het gesprek aan blijven gaan. Mensen wijzen op de gevolgen die vuurwerk heeft voor gezondheid. De veiligheidsaspecten kennen we allemaal. Hulpverleners die bekogeld worden. Mensen moeten binnen blijven met longproblemen. En dat zijn er ook steeds meer met slechte luchtkwaliteit in Nederland. En het is eigenlijk een groot milieuprobleem ook. En daar heeft niemand het over. Al die rotzooi die omhoog geschoten wordt, die komt ook weer neer. En we zijn allemaal heel erg tegen zwerfvuil. Maar eigenlijk creëren we een enorme hoop aan zwerfvuil. Wat niet op te ruimen is. Want het komt in water terecht, in natuur, overal. En er zitten zware metalen in. Er is fijnstofuitstoot, giftige stoffen. En dat is enorme vervuiling van bodem, lucht en water. Volgens Van Doorn ligt de oplossing eerder bij de mens dan bij de politie. Er is gewoon veel te weinig politie om overal aanwezig te zijn. En de burger heeft zelf ook een verantwoordelijkheid. En de mensen die niet de verantwoordelijkheid nemen om zich te gedragen zoals het hoort, die zich asociaal gedragen, mensen en dieren bekogelen met vuurwerk bijvoorbeeld. Andere mensen zouden hun daarop moeten aanspreken. En dat gebeurt nog veel te weinig. En daar gaat nu wel concreet op ingezet worden. Dus wat dat betreft zijn we daar heel positief over.